Vandaag zijn in Nederland de beurzen gesloten, maar in Amerika zijn de beurzen wel gewoon open. Gisteravond kwam Apple met cijfers naar buiten en werden goed ontvangen. Dat was opvallend, want de omzet zakte terug, maar beleggers hadden duidelijk op nog veel slechtere cijfers gerekend. En waren dus blij dat in ieder geval de inkomsten bij service nog enigszins wisten te stijgen. Toch blijft het een risico bij Apple dat toch echt de Chinese goedkope telefoons aan het oprukken zijn. Luxe telefoons lijken toch steeds meer een niche te worden en daar heeft Apple veel last van. En het is maar de vraag of ze dit kunnen compenseren. Opvallend, vooral als het vergelijkt met bijvoorbeeld de cijfers van Alphabet. Die lieten een groei zien van 17%, maar werden op de beurs wel afgestraft. Over het algemeen is het sentiment op de beurs eigenlijk heel goed. Op Alphabet na werd van alle vangaandelen een dikke plus neergezet na de publicatie van de kwartaalcijfers. En ook andere kwartaalcijfers worden over het algemeen goed ontvangen. We zien ook weer overnames en daarmee zien we echt dat het sentiment op de beurs duidelijk beter wordt. Dit is natuurlijk het beste te zien in de koersen van de indices. En in Amerika zetten zowel de S&P als de Nasdaq een nieuwe top neer. Deze records worden nog niet gevolgd door de kleinere Russell, maar het sentiment is duidelijk positief. En ook in Europa en China lijkt die positieve trend door te zetten.